mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Nijfrandse Quest. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. 3 tegen 3. En vandaag hebben we ook casual 2 potjes. Lekker gemakje. Ik heb ook niet al te veel tijd, dus daarom nog even zo laat. Maar nog even een korte video. Nog even 2 potjes. Casual Rocket League. Hè? Ik heb de afgelopen tijd vooral in de vakantie veel lopen spelen om beter te worden. Dus. Ik hoop dat we dat er vandaag weer in praktijk kunnen brengen. Nou, die had hij heel makkelijk kunnen verdedigen als hij zo deed, maar hey. Mooi toch? 1-0 voor. En hoe was jullie vakantie? Maar dat was werken. Werken en een beetje rockleaken. Nice. Oh wow. Nice. Yeah. Daar kon eigenlijk weinig iemand aan doen. Weinig iemand aan doen. Helemaal niemand iets aan doen. Nee. Maar ja, nu even nog twee doen. Nakkert! Nakkert! Heel jammer te komen. Ja, dit is laat. Het had een doelpunt moeten zijn. Helaas. Helaas. Oké. Dat ging ook echt heel goed. Wat? Ja. Te zeggen. Ik dacht dat ik het al. Ach ja, zo is je ook goed, hè. Maar de tegenstander. Ik weet niet wat ze doen. Maar de helft is voor me heel erg verlagen. Dus, of EFK, weet ik niet. Je wordt denk ik nog wel een keer gekeerd. Goed zo. Ferry. Het is alweer bijna kerst. We zijn weer 2020. En, waar ik ze laatst zag, even terugblik. We zitten bijna op de 600 abonnees. Hey. We gaan lekker hard. Daarom gaan we doorgaan tot 1000. En daarna doorgaan tot 10.000. En dan 100.000 en 1 miljoen. 10 miljoen, 100 miljoen. Ook al is het de enige die. Ja. De OG. PewDiePie. De enige die het behaald heeft daarentegen. Dus ik denk dat dat nog nooit gaat worden.
wel op een mooie uitblik om naartoe te kunnen kijken. Ja, te kunnen kijken is anders. Te willen kijken. Zo is het weer een joint iemand. Dat moeten ze echt ook nog een keer fixen. Misschien een joint en heel die service. Dan lopen hapen en lopen kutten. Ja, misschien volgende week. Volgende update. Weet je hoeveel updates er al geweest zijn? Maar er zijn al zat updates geweest. Daar hadden ze al lang kunnen verhelpen, maar dat hebben ze nog steeds niet gedaan. En we zitten tegen 1. En die moet niet dat hij doet. Nice. Hij heeft het. Jeet! Bam! En dan bam! En dan ligt hij voor en dan... Goed. Ik wou zeggen goed zo. Maar nog. Jee. Zo. Ik heb geen doelpunt gescoord ofzo. Ik raak hem toch? Hoezo? Ik raakte hem. Je zag het duidelijk. Ik raakte hem. Hij ligt er wel in. Ja, doelpunt! Yeah. Hoppakee. Oh, hij tikte er nog verder in. Dankjewel, dankjewel. Pop-up. Eerst potje lekker gevonden. En nog een doelpunt afgesloten. En ik zie jullie zo bij het volgende en laatste potje van vandaag. Yo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. En het laatste. Oh, we kunnen deze pool weer winnen. Waarschijnlijk wel. Kus. Speelvertaal nog alleen maar. Gank het, dus. Dat is frustrerend! Rocket League deelt altijd in bij teammates die je moet carryen. En wat houdt carryen in? Dus eigenlijk, jij bent de betere persoon die alles moet scoren, verdedigen. En die andere zit een beetje van, hi, thank you for the level. Want ja, dat gebeurt heel vaak. Reactie. Zo. Heb ik hem niet geraakt? Dacht ik hem. Heel hard geraakte. Ik kom daar in de lucht zo tikte, maar. Ja. Moeilijk te zien. Nou, nu de score uitbouwen. En daar heb je. Oké.
Lekker bezig, teammates! Echt! Nou ja. Koken, als we dan weer geluid krijgen. En als je nou... Kasten is een bak maar. Nope. AI. Kijk, niks te zeggen dat hij niet voor heeft. Is dat serieus? Oh nee. Oké. Ik wou zeggen, heeft de AI gescoord, maar dat was nog niet. Dus ja. What the fuck did I? Ze dat noemen de tactics. Dat zijn de tactics. Oh my! Okay. Zo. Dat was een heel mooi doelpunt. En een hele mooie assist. Niks meer van zeggen, nee. Jezus. En giet. En giet. Nou, even een doelpuntje weer laten slepen. Ik vind het weer niet saai worden. Kijk, dat doen we kluts. Jeet! Iemand voor het doel? Nope. Dat heb ik echt op die ding gesteken. Oeh. Ja, daar kan, had ik er iets aan kunnen doen. Even analyseren. Misschien... ik weet het eigenlijk niet. Ik stond er niet op een makkelijke positie. Om hem te verdedigen. Oh my god, no! Ja. Wat is dit nou weer? Jezus. Het knip me er even uit. Probeer hem zo hard weg te raken. Dan komt hij in. Ja, lukt hij weer. Zeker lukt. Nice. Dat zag je ook aankomen. Dit zag je aankomen. Want ik zag hem gewoon fucking hard die bal. Ik zag hem ook fucking hard die bal.
terug naar zijn eigen doel rammen. In de hoop dat iemand daar stond om hem weg te jakken. Dat is een rakker. Nee. Nou, nee. De score. Midden. Goed puntje. Maakt er echt zo'n kut staat. Niet. Oké, dat was niet zo slim van hem. Nice. Hij dacht even, die gast dacht even, ik ga pakken. Ik zeg van, In ieder geval, het laatste potje ook gewonnen. En het tweede, het laatste potje, hebben we al twee gewonnen. We hebben beide potjes gewoon gewonnen. In ieder geval, als je het vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker onder deze video. Dat ik zeker achter wat je vaker wilt zien. En dan zie je jullie bij de volgende aflevering van Rocket League Paladins of iets anders. Bye mensen.